Ik was al van 7 jaar oud heel geïnteresseerd in de Eerste Wereldoorlog. En dat kwam door een landbouwer waar dat ik ging werken. Toen vond ik kogels, de kop van een obus, een stuk van een geweer. En eigenlijk, die landbouwer vertelde er altijd over van dat is dit, dat is Engels, dat is Frans. En zo krijg je die interesse automatisch. Ik wilde dan ook een museum thuis, dus een obus al achter op mijn fietsje, een stuk van een geweer naar huis. Natuurlijk, toen mijn moeder erachter kwam, was dat een helse miserie. En zei ze, hup, terug naar die boerderij daarmee. En dan ben ik daar een museum begonnen. Dat stopt niet, want ik zie nu mijn 8-jarig zoontje doen net hetzelfde wat ik doe. Hij vraagt aan de cent een goede schop voor hier in de kleigrond te kunnen delven achter oorlogstuig. En ik hoop dat hij voor de toekomst dat zo blijft duren, dat de jonge gasten zo geïnteresseerd blijven in de oorlog. Wij zijn een oorlogsmuseum en ze komen naar hier om de oorlog te ontdekken. Maar op het einde van het museum, als ze de uitgang nemen, is de bedoeling dat ze de vrede ontdekt hebben. Toon ze wat er gebeurd is, dat niet meer zou gebeuren in de toekomst.